Ja, Janice, 1-0 winnen van Slowakije. Ik zag je heel blij zijn naar die 1-0. Had je van tevoren verwacht dat je zo blij zou zijn met 1-0? Nou ja, kijk, dat het moeilijk zou worden, dat weet je altijd wel tegen dat soort tegenstanders. Kijk, we hebben uit, hebben 5-0 gewonnen. Maar ja, ik vind hun eigenlijk helemaal niet heel erg slecht. Maar we hebben ontzettend veel kansen gehad, dus ik denk dat wij wel terecht de winnaar zijn. Het is sowieso natuurlijk lastig, de laatste wedstrijd van het seizoen. We moeten deze winnen en we willen er ook een mooie wedstrijd van maken. We spelen natuurlijk tegen Slowakije die heel verdedigend ingesteld zijn. Dus dat is sowieso lastig. En als je snel scoort, dan wordt het een makkelijke wedstrijd. Dat deden we niet. En dan zie je dat we uiteindelijk gelukkig nog in de laatste minuut scoren. Maar ja, dat we toch wel wat moeite hadden. Ja. Heb je gewonnen ook tijdens de wedstrijd? Dat je denkt, jezus, hij gaat niet meer vallen. Nou, dat niet echt, maar ik was wel af en toe even aan het rekenen. Oh, laat hem alsjeblieft vallen, want wat gebeurt er als we nu weer gelijk spelen? Maar des te mooier het is dat Lieke hem uiteindelijk erin schiet. Op een gegeven moment tikt de tijd weg en dan wordt het wel spannend. Maar ik moet zeggen, ik had echt nog wel het gevoel, omdat ik weet dat wij dat als team hebben vaker laten zien dat we dat kunnen. Dat we hem uiteindelijk nog gingen maken. Nou ja, en dan zie je dat we met individuele kwaliteiten hem alsnog maken. Ja. Wat gebeurt er dan op het moment dat die bal erin zit? Ja, het was bijna of jullie weer Europees kampioen waren. Ja, nee, ik werd gek. Ja, ik bedoel, het is de laatste minuut, laatste seconde dat hij erin valt. Dat doen we dat we keihard nodig. En ja, dan komt alles naar boven en dan ben je hartstikke blij. Ja, dan schiet Martens die bal erin en wat gebeurt er dan met jou? Nou, ik zei net, het leek wel alsof we wereldkampioen werden, jezus. Nee, ja, nee, heel opgelucht. Ook omdat ik natuurlijk zelf al had moeten scoren, was ik heel blij dat zij hem alsnog heeft gemaakt. Dat maakte mijn wedstrijd ook goed. Ja. Dus dat was heel mooi. Ja. En nou komt er een potje aan, begin september, naar Oslo, uit tegen Noorwegen. Gelijk spelletjes voldoende. Ja, inderdaad. Maar wij gaan elke wedstrijd voor de winst. En uiteindelijk als we een gelijkspel eruit slepen, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar we gaan elke wedstrijd voor de winst.